En dan de heren. De beide heren die al zo lang in dienst zijn, 32 jaar, 21 jaar. Willy, de oude getrouwe kun je zeggen die er ook altijd was. Die baas zet je trouwens nog steeds zo goed. Ik verbaas me over dat die uniform nog steeds zo netjes zit. Zoals je het vorig jaar in de kast hebt gehangen. Maar fijn dat je het toch nog aan hebt gedaan voor deze gelegenheid. Ja, jou hebben we vorig jaar natuurlijk uitvoerig bedankt. Vanavond natuurlijk nog een keer. En Sjaak, daar hadden we natuurlijk van gehoopt dat hij ook 32 jaar zou blijven. Maar dat lukt me helemaal niet. Maar in ieder geval, ik heb altijd met heel veel genoegen, Jacques, met jou samen gewerkt. En ik weet dat je vader heel trots op je was altijd als ik op de boerderij zag. En altijd heel trots zei dat je bij de band was, maar dat wist ik dan natuurlijk. Maar je hebt je er echt volledig ingezet met al je kennis en kunde voor de brandweer. En ja, toen je hier bij de PIMAC gewerkt, was het wat korter bij, later werd het wat verder weg. Maar ja, je hebt het ook, maar dat heb je allemaal gehoord van, voortreffelijk gedaan. En meestal, als ik dan spreek, dan komen de dingen als een verrassing, maar ik weet echt, ik hoef jullie echt niet meer te verrassen. Maar dat neemt niet weg dat het niet minder feestelijk is. Tegendeel, dit wordt een moment van koninklijke erkenning voor jullie beiden. En het is eenmaal zo, als je zo lang lid bent van de brandweer en je zo inzet voor de samenleving, dan is dat gewoon een eerbetoon die jullie hebben. En we hebben afgelopen week, ik denk even wat er in Os is gebeurd, toch maar weer eens gemerkt hoe dramatische ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Hoe zeer pijn het overal kan doen als er een zwaar ongeluk gebeurt. En dit heeft heel wat losgemaakt. En daar zul je als brandweerman maar op uitkomen. En als politieman en als hulpverlener. Dan denk je ook, daar zet ik me wel voor in. En het leed is er niet minder om. Maar het werk wat jullie doen is wel heel hard nodig. En daarvoor dank ik jullie allemaal als brandweer, Vieringsweek, voor al die inzet die jullie plegen. Dan is nu het moment gekomen dat ik kan uitspreken, mijn heren, dat het Zijne Majesteit heeft behaagd om jullie beiden te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En ik wil graag in de nabijheid van jullie echtgenoten, Yvonne en Nenet, jullie de versierste uitreiken. Ik zou zeggen, kom naar voren. De onderscheidingen zijn binnen. Dankjewel. Dan begin ik natuurlijk met de senior, de langste. Wel de langste, senior. Senior zo langs. Ja, senior in dienst. De dienstjaren. Van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Geniet ervan. Dank u wel. Yvonne even daarnaast. De bloemetjes. Ook van harte gefeliciteerd. Ja, dank je. En bedankt daarvoor. Alle tijd dat je hebt mogen missen. Ja, dankjewel. De koninklijke eerbetoon. Gefeliciteerd. Dankjewel. Geniet ervan. Net alsjeblieft. En ook gefeliciteerd en bedankt. En ik zeg altijd, de glans van de medaille straalt altijd af op degene. En dat zijn jullie dames die het mogelijk hebben gemaakt voor deze mannen om het werk te doen wat ze gedaan hebben. En daar hebben jullie heel wat nachten voor alleen in de kou gelegen. Dus ik hoop dat dat allemaal ingehaald gaat worden. Heel veel plezier erbij en heel veel succes met alles wat jullie nog gaan doen. En blijf terugdenken aan die mooie tijd die jullie hebben mogen inzetten voor de brandweer van Vieringsweek. Dankjewel. Dankjewel. Kodak moment. Mag lachen worden.